Welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Mijn naam is Sil. En ik merk vooral dat er heel veel vragen telkens terugkomen. Dat gaat dan van, heb je een beperking? Ben je jongen? Ben je meisje? Op wie val jij? Hoe oud ben je? Ben je echt zo oud? En hoe voelt het om alleen te zijn? En noem maar op, heel veel vragen die eigenlijk al heel senjas meegaan. Ook met de vraag, welk K3 vind je nu leuk? Wie zijn je favoriete K3? En ik merk dat ik daar heel vaak terug op moet antwoorden. Op TikTok, Facebook, Instagram komen die vragen eigenlijk meestal gewoon op hetzelfde. Eigenlijk op hetzelfde moment terug. Wat ik ook al de laatste tijd heb gemerkt, dat heel veel mensen ook... vragen stellen van, wat is het laatste moment van mama geweest? Wat waren haar laatste woorden? Wat dit, wat dat? En ik dacht nu van, in plaats van een doodgewone video te maken, laten we jullie plezier doen en er allemaal nogmaals op antwoorden, behalve natuurlijk de vragen over mama. Daar ga ik ook op antwoorden, maar op een andere manier natuurlijk. Hè. Dus ik ga beginnen met de vragen die het meest gesteld zijn. En dat is eigenlijk... Hoe voelt het om alleen te zijn? Ja, dat is eenzaam. Dat is eenzaam. Je kunt het niet anders uitdrukken. Dat is heel moeilijk in deze tijden als je alleen bent. Want je praat soms tegen de vier muren. De vier muren komen op je af. Veel valt daar niet over te zeggen eigenlijk. Hoe ik me alleen voel. Ik voel me gewoon eenzaam. Dan zijn er nog van die vragen. Bent u een meisje? Ben je een jongen? Bla bla bla. Ik antwoord eigenlijk altijd over, ik ben een jongen, momenteel, ik voel me als jongen, maar ik ben eigenlijk een transgender. Dus ik ben van meisje naar jongen aan het gaan, maar op mijn pas staat momenteel jongen. En ik ga eens kijken hoe ik dat kan tonen, zonder dat jullie mijn gegevens hebben. Hè. Dus ik ga even kijken, zo kan het wel. Je ziet het, er staat een M op de paspoort. Dus, ja, ik ben een jongen en eigenlijk ook een transgender. Ik schaam me daar ook niet voor om dat te zeggen dat ik een transgender ben. Maar meestal zeg ik wel mensen die je nog niet kennen dat ik gewoon een jongen ben. Dan, hoe oud ben ik? Daar zijn heel veel vragen over gesteld. Ben je echt 30? Of ja, heb je dat uitgevonden? Ik ben officieel echt 30 jaar. Ik kan er niks aan doen. Ik ben geboren in de jaren 90, 21-09-90. Heeft mijn mama mij op de wereld gezet. Dus ja, niet vroeger, niet later, maar echt op die datum ben ik de wereld gekomen. Dus ik ben wel degelijk 30 jaar. Dus met deze. Dat ook wat heel vaak wordt gesteld eigenlijk. En dat vond ik ook wel grappig. Welk K3'tje vind je nu leuk? En dat vind ik altijd zo raar dat je er zo tussen moet gaan kiezen. Van, vind je die met Kathleen leuk? Vind je die met Josje leuk? Vind je deze K3 leuk? Dat komt heel vaak terug eigenlijk. En dat zijn echt van die dingen van... Oh, ik denk van nee, niet weer, niet weer, niet weer, niet weer. Maar ja, die vragen zijn daar. En ik probeer er altijd op te antwoorden. Want ja, ik ben ook een eerlijke persoon en ik antwoord daar ook op. Eigenlijk om er eerlijk over te antwoorden. Ik vind alle generaties van K3 super leuk. Ik ben ook fan van de nieuwe K3. Ik ben ook fan geweest van Kathleen. Ik ben ook fan geweest van Josje. Ik heb gewoon heel de generatie, ben ik al fan van K3. En wie vind ik nu de leukste? In het begin met Kathleen was dat Kathleen. Met Josje erbij was dat Josje. Ik vind ook Christel natuurlijk wel leuk en Kaar ook wel. Ik vind natuurlijk die ook wel heel leuk. En dan met deze K3 vind ik het namelijk Hannen. Ik vind Hannen top. Wil dat zeggen dat ik Marten en Klaasje niet moet hebben? Nee. Want als Mart of Klaasje luist zijn, of ik ga die zien, dan heb ik daar ook mee op de foto. Dus dat is geen enkel probleem. In totaal niet. Wat ik ook heel vaak gesteld krijg, op wat val je nu? Val je op mannen? Val je op vrouwen? Of beiden? Dat kan ook, hè. Op beiden, dat hebben ze nog nooit gevraagd. ik val namelijk op vrouwen. En dat is wel heel duidelijk al geweest als ik mensen zie... bedoel dan echt meisjes, dan begin ik al te flippen. En de camera begint ook te flippen. Van, oh, die camera, nee.
Die vindt echt een vleer mensen. Dus ja, dat is een beetje het antwoord. Dan was er ook nog een vraag dat ook heel vaak terugkomt. Wat waren de laatste woorden van je moeder? De echte alle laatste woorden, dat kan ik helaas niet zeggen, want daar was ik helaas niet bij. Omdat mijn mama gestorven is in het ziekenhuis en daar was ik helaas niet bij. Maar dat mijn broer ook de laatste keer erbij was en zei van mijn mama was precies een pop. Dan zullen haar laatste woorden natuurlijk ook geweest zijn dat zij wilde dat mijn beste vriendin voor mij zorgde. Helaas kan ze dat niet meer waarmaken. En dat ook een berichtje naar Christel Verbeke, die van K3. En daar heeft ze echt in geschreven, voor ze naar het ziekenhuis moest, van bedankt voor alle mooie jaren en nog andere dingen. Daar moet ik het berichtje voorbij pakken, maar ik ga de privacy van Christel en van mama waarderen. Dus, en ook dat ze mij, ja, dat ze ons graag zag natuurlijk en dat ik heel goed moest zorgen voor Enzo, mijn petekindje. Dus ja, omdat ik verder moest doen met mijn doel te bereiken. Dat waren zo'n beetje haar laatste woorden. Wat ik ook nog heb gevraagd aan mijn moeder, welke bloemen wil je op je graf? Dat is raar, daar moeten we over praten. Voor jullie klinkt dat misschien heel raar. Maar als je weet dat je moeder op sterven ligt, dan zijn dat logische vragen eigenlijk. Dat zijn vragen die je dan stelt. Dus, en zij antwoorden eigenlijk heel... Wonderop, het liedje van Willy Sommers. Zeven anjes, zeven rozen. Maar geen rozen of anjes zijn ondertussen al op het graf verschenen. Ten eerste omdat ik nog geen anjes gevonden heb. Dus ik hoop dat ik de toekomst te kunnen doen en haar blij te maken. We hebben ook een afspraak, we hebben ook een papier liggen hier thuis. Waar daarop staat dat alles wat daarvoor gefilmd is en op Facebook staat... dat het mag blijven bestaan. Dat zij wil ook dat ik heel het verhaal gewoon blijf vertellen ook aan de mensen. En dat heeft zij dus ook gevraagd. Dus alles wat ik doe van filmpjes zijn ook mede toestemming met haar. Ook het feit dat zij ook met haar graf, afgrafsteen eigenlijk, in beeld komt. Daar hebben we ook in de tijd toen gevraagd aan haar van... Hoe ga je daarmee om? Vind je dat erg als we dat ook moesten filmen? En ze heeft, ik hoor bij het verhaal. En dat is allemaal geen probleem. Dus daar hoef je ook geen zorgen over te maken. Eigenlijk. Over die dingen eigenlijk allemaal. En dan waren er nog zo'n aantal vragen. Eens even kijken. Ik haal het er even bij. Dan was er ook nog een vraag. Van een persoon. Ik kan geen namen noemen. En die vroeg. Wat was je lievelingsliedje van je moeder? Mijn lievelingsliedje van mijn moeder, ik denk dat het ook wel drie geweest zijn. Ik denk dat het ook de drie zijn die momenteel op de begrafenis zijn gedaan. Alleen de vier liedjes, maar eigenlijk zijn er maar drie, omdat die vierde, dat was gewoon een verrassing dat wij hebben gedaan. Dat was het eerste liedje. En dat is Kaarsje aan mijn hart. Kaarsje, ja, van de Romeo's, Kaarsje in mijn hart. Dus ik zeg ook waar dat hoort. Wacht hè. Kunnen we dat zo opzoeken? Ik weet dat niet. Dat gaan we niet zeker. Wacht, even opzoeken. Even kijken, Kaarsje, in ieder geval met kaars, van de Romeo's. Dan, Ik mis je zo, van Wiltura. Dat mijn mama is jaar van geweest van de Wiltura. En dan Kumahe van K3. Hebben wij toen gedaan. En we hebben ook een liedje toen gezongen. Ik ga het eventjes erbij pakken. Ik zal dat misschien ook ooit op dit kanaal zetten. Dan kun je dat ook eens bekijken. Eventjes. En dat is eventjes erbij nemen. Je moet nogal veel erbij te nemen, dat klopt. Dus dit nummer... hebben wij gezongen op de begrafenis. Ik wacht even bezig met laden. Dus dit liedje is eigenlijk gezongen op de begrafenis. Dus je kan het ook terugvinden op Kindjes en Dingen. Ik ga het ook trouwens binnenkort op ons kanaal zetten als extra video. Dat zal je waarschijnlijk eerder merken.
die video. We hebben dat toen helemaal gezongen. Dat is een bestaand liedje dat bestond. En wij hebben dat eigenlijk... Mijn broer heeft daar een dag en een half aan gewerkt om het eigenlijk naar ons toe te maken eigenlijk. En dat vond ik wel heel leuk. Dus ik hoop dat je met deze vragen... wat ook het meest gestelde vraag was, heb jij een beperking? Ja, ik heb een beperking. Ik heb er zelfs drie. Ik heb een verstandelijke beperking. Ik heb autisme en ik heb dyslexie. Dyslexie, dat wil zeggen dat ik het heel moeilijk vind om te lezen, om te schrijven. Zo'n dingen eigenlijk allemaal. Autisme, dat kennen jullie allemaal wel een beetje. Dat heb ik ook al veel vaker verteld op mijn YouTube-kanaal. En ja, mijn verstandelijke beperking, dat kan soms zijn dat ik echt een kind ben. En ja, dingen verkeerd doen, hoe dat kan al eens gebeuren. Ja, dat is zo eigenlijk wat jullie het meeste hebben gevraagd eigenlijk de laatste tijd. En dat is echt... aan de ene kant hou ik hou van jullie allemaal echt een hartje. Echt waar. Maar soms die vragen, ik denk dan, oh, ik heb die beantwoord. Ik heb die beantwoord, ik heb die gisteren beantwoord. Oh ja, ik heb die eergisteren beantwoord. En dat vind ik heel jammer. Omdat mensen alleen maar kijken van, ja, dat en dat willen we weten. Eigenlijk. Maar ook, ja, ik hou ook nog van andere dingen. Ik hou bijvoorbeeld van de vijver. Ik hou ook van... Maya de Bij, Top Pops, misschien Thomas, maar daar kijk ik niet echt heel veel vragen over, eigenlijk over die artiesten. Ik hou van Inja Thomas, dus ik hou eigenlijk van heel veel artiesten waar dat de meeste mensen eigenlijk niet van weten en meer mensen ook geen vragen over stellen. Dus ik zal zeggen, laat mij zeggen dat je hieronder, want hieronder, allemaal nieuwe vragen gaan verzinnen. Nieuwe vragen die nog niet gesteld zijn aan mij. En wat je heel graag wilt weten van mij. En die kan je hieronder gewoon zetten. En dan over 10 dagen ga je dan die video namelijk op YouTube zien verdwijnen. Zien verschijnen. Verdwijnen liefst niet, want dan komt het er niet op. Hè. En dus allemaal hieronder vraagjes, nieuwe vraagjes verzinnen. En die ga ik dan met heel veel plezier voor jullie beantwoorden. Ik ben eens benieuwd wat jullie allemaal gaan vragen dan. Ja, laat maar komen, zou ik zeggen. Dus, let's go, let's go, let's go. De nieuwe vraag is. Dus, en ik ga pas de video opnemen als ik daar minstens 15 vragen heb. Dus, zou zeggen ook de video delen, delen, delen met vrienden, familie. En dat is coronaproof, hè? Want je hoeft er niet voor buiten te gaan om te delen. Dus dat is nog ideaal, hè. Dus ik kan zeggen, allemaal nieuwe vragen verzinnen. Denk er eens goed over na. Misschien een vraag over Sint-Thomas, misschien een vraag over iets anders. Laat het gewoon weten onderaan in de comments. Hou er wel rekening mee. Als het een vraag is, bijvoorbeeld, ik geef maar een voorbeeld, van waar werk je op school? Ik ga nooit de plaats zeggen waar ik werk. Dus, maar voor de rest, vragen zijn vrij. Dus vragen maar. Dus dan ben ik eens heel benieuwd hoeveel vragen er gaan zijn. Ik hoop heel veel. Want hoe meer vragen er zijn, en alle vragen wou ik dus beantwoord. Wil je je naam ook zien verschijnen, wil je naam ook gezegd hebben in de video, zet het er ook even bij. Want als je dat niet bijzet, dan doe je dat dus niet. Waarom niet? Omdat je anders achteraf kan iemand afkomen. Ja, ik hoor mijn naam niet in dit filmpje. En dan kan ik die video ook niet. Dan wordt die video ook gemeld. En dan moet ik die video eraf halen. Dus wel af en toe, laat dan weten of je je naam in de video wilt. En als ik zie dat je toestemming geeft, dan heb ik ook een bewijs. Daar wordt ook een shisho van gepakt voor als later YouTube. Als je toch een klacht neerlegt, dat ik dat kan bewijzen. Dus dat je dat weet. Dus als je je naam wilt op mijn kanaal, hieronder ook even bijzetten bij de vraag, mijn naam mag in beeld. En dan wordt jouw naam ook gezegd. Dus ik zou zeggen, vond je dit een leuke video? Dan zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren, ook op het belletje te klikken. En dan zien we elkaar snel weer terug in een gloednieuwe video. Tot ziens!